Dit is een voorbeeld van de invloed van de lichtmeetmethode in combinatie met het onderwerp op de totale belichting van een foto. U ziet hier een opstelling van drie smurfjes op een kleurbalkje, op een grijs balkje. En deze opname is gemaakt met matrixmeting. Dat betekent dat hij het hele kader bekijkt aan helderheid. Donkere, lichte elementen en daar maakt hij een mixture uit, zodanig dat de outputwaarde 50% grijs is. Het leuke van matrixmeting is, zeker met deze opstelling, is wanneer we nu zouden overschakelen op een andere opstelling, dus dat we bijvoorbeeld de smurfjes zouden verwisselen, dan zie je dat er aan de totale belichting van de opname niets verandert. Sluittijd, diafragma, ISO blijven allemaal hetzelfde, want hij blijft hetzelfde zien in die meetruimte. En er is dus geen verschil in belichting tussen die foto's. Het wordt wat anders wanneer we nu zouden overschakelen bijvoorbeeld op spotmeting. Bij spotmeting, in dit geval, zou de camera alleen de witte baard en een stukje van het gele boek van de grote smurf zien. Dat wil die 50% grijs maken, wat in principe te donker is. En dat gebeurt dus ook met de rest van de foto. Hij gaat de foto dus onderbelichten. Je ziet dat de sluitertijd korter wordt, waardoor de totale opname eigenlijk te donker wordt. U weet nog dat we ook een opstelling hadden met Gargamel in het midden. Dat is een zwart voorwerp. En wanneer we daar spotmeting op toepassen, dan gebeurt dus het omgekeerde. Hij zal dat zwart zal hij ook grijs willen maken, want daar is zijn meting op gericht. En hij zal dus de rest van de foto gaan overbelichten. Matrixmeting is dus de meest algemene lichtmeting die voornamelijk goede resultaten met zich meebrengt. Spotmeting kan dat ook, maar je moet wel heel bewust zijn van wat je aan het meten bent. Is dat helder wit, dan zal de foto onderbelicht zijn. Dus bijvoorbeeld een bruid met een witte bruidsjurk, ja, dan heb je goed kans dat de jurk eigenlijk al onderbelicht is, maar de rest van de foto nog verder onderbelicht. En meet je toevallig de bruidegom in zijn zwarte pak, dan wordt de foto rap overbelicht. Dus dat is het gevaar van spotmeting en het voorkeur voor matrixmeting.